Op de Grote Markt is het sinds gisteravond doorlopend druk. Prinses Máxima arriveerde om 7 uur bij het Glazen Huis. Na een kort gesprekje met de 3 DJ's ging ze naar buiten om de deur van het huis op slot te draaien. Vanaf dat moment is Serious Request officieel van start gegaan en de DJ's hebben inmiddels hun eerste nacht erop zitten. Maar zij zijn niet de enige. Sil Doekse, bedrijfsleider bij de 3 Gezusters, is gisteravond begonnen aan zijn barmarathon. Hij gaat 144 uur achter elkaar achter de bar staan in Café Hoppen en alle fooi die hij in die periode krijgt gaat naar Serious Request. De nacht ging helemaal goed, de ochtend die was wat zwaarder inderdaad. Nachtwerk was ik wel gewend en als de aantal gasten wat afneemt, dan neemt ook je energie daar een beetje af. Dus nu is het helemaal ideaal. Er zijn veel gasten, dus ik voel me helemaal als vis in het water. Het wereldrecord barkeeper staat nu op 86 uur. Dus dat kan hij ruim gaan verbeteren. Maar dat is niet de reden dat hij zo lang achter elkaar blijft werken. Hij wil op deze manier graag de 3 DJ's in het huis bijstaan, die in dezelfde periode opgesloten zitten voor het goede doel. Hij denkt dat het voor hem vooral de laatste dag erg zwaar gaat worden. De laatste loodjes, als je 144 uur wakker bent geweest, 6 dagen, dan denk ik dat de laatste dag echt wel het zwaarste is. Maar niet alleen binnen wordt geld opgehaald voor Serious Request. Ook buiten is van alles te doen. Mensen kunnen t-shirts, petjes of andere kleding van 3FM kopen. Je kon vandaag met de olifant uit de theatershow van Bert Visser op de foto. En roeivereniging Gias is bezig met de actie Gias roeit malaria uit. We zijn hier een ergometer marathon aan het organiseren. Die zijn we bezig. 24 uur lang willen we 4 ergometers laten draaien voor het goede doel. En jullie hopen daar ook geld mee op te halen, neem ik aan. Hoe gaan jullie dat doen? Je kunt ons sponsoren door middel van per elke 10 kilometer die geroeid is, kun je een bepaald bedrag doneren. Al onze leden kunnen zich inschrijven via een inschrijflijst. En zo zijn we bezig met geld te verhalen. Ook kun je mailen naar prc@gias.nl. En daar kun je naartoe mailen of je een vast bedrag of ook een sponsorbedrag wilt doneren. En zo halen we geld op. Hoeveel geld Gias met hun actie op gaat halen is nog niet duidelijk. Het is wel lastig in te schatten natuurlijk, want het gaat om hoeveel kilometers we gaan ergometeren. Maar we gaan er ongeveer vanuit dat we ongeveer 1400 kilometer gaan ergometeren. En als we nu al het geld dat we hebben, als we dat berekenen, zitten we ongeveer rond de 3500 euro. Natuurlijk gaat de opbrengst van Gias en van Sil Doekse rechtstreeks naar 3FM.